gaat dat? Oh. Recording was net afgelopen. Het is wel jammer dat we Enders niet meer hebben hoor. Die group heals waren echt te lang. Watch out! My arm is going to fall off. Snare. Much more of this. I'll be able to do it quicker. Keep this up. Fish. Dying to defend the rights of mages. I'll put that on the list of things I wasn't expecting to do today. Okay, volgende. Mages zijn in dit spel echt op hoog level, zijn ze echt heel overpowered. Zeker als jouw hawk een mage is en dan is hij een force mage en een hoe heet het nou? Is that all you got? I'll deal with it. Heel snel. Ja.
Weet je wat ik wel grappig vond? In Origins waren Two-Handed Warriors echt fucking zwak. Dat was echt de zwakste klas die je kon kiezen. En als ik nu Fenris zo bekijk... Nou... Het zwakheidsprobleem is al opgelost hoor! Verder. Quickly! First Enchanter! Champion! You've survived, thank the Maker! We must... And here you are! Hello. Let us speak, Meredith. Before this battle destroys the city you claim to protect! I will entertain a surrender, nothing more. Speak if you have something to say. Revoke the right of annulment, Meredith, before this goes too far. Imprison us if you must. Search the tower. I will even help you. But do not kill us all for an act we did not commit. The Grand Cleric is dead, killed by a mage. The people will demand retribution, and I will give it to them. Your offer is commendable, Orsino, but it comes too late. It is nog niet te laat. We can still prevent this, before you both tear Kirkwall apart. You heard her. She's wanted this all along. I suppose I should have expected no less from you, Champion. So be it. You will share the Circle's fate. So what is it to be, Meredith? Do we fight here? Go. Prepare your people. The rest of the Order is already crossing the harbor. This isn't over. Dit vind ik echt onlogisch, hè. We hadden ook gewoon met de hele groep... Kijk, ik zit hier in een hele groep. Hadden we hun kunnen uitschakelen. En daarna met magie, als die Templers er aankomen in hun bootjes... de bootjes neer kunnen halen. Zie je? Tactische win-win situatie. Maar, voordat we verder gaan, bedankt iedereen voor het kijken naar deze aflevering van Dragon Age 2. Tot de volgende keer!